Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. U bent bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Wel, excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Plus het feit dat als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen wanneer dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur. Dit kan dus niet. Kan voor mij uitgelacht worden vlak in het gezicht aan plein publiek. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten die avond.